Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag en ik heb geslapen met wenkbrauwproducten. Dat kan je wel zien, want dat zit overal nergens. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik ga het zo even opnieuw doen. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag maandag en mocht je afvragen waarom ik zo raar loop... Mijn nek zit vast aan deze kant. Ik ga het maar één keer zeggen, jongens. Dus kijk alsjeblieft gewoon achter elkaar de vlog. Au, achter elkaar de vlogs. Ja, ik wil dus deze week gaan weekvloggen. Het is voor mij maandag. Dat betekent dat deze weekvlog zaterdag online komt. Achter de weekendvlog aan. En zo gaan we het een weekje volhouden. Tot als het goed is. Het goede woensdag. Woensdag of donderdag. Even kijken. En daarna komt er weer een weekendvlog aan. Dus ja, ik ga het de hele week volhouden. Proberen in ieder geval. Ik werk de hele week niet, dus ik zit natuurlijk met mijn nek en met mijn darmen nog steeds te tobben. Dus ik ben de hele week vrij. Dus ik dacht, ik ga lekker mee in wat ik eigenlijk doe. Het kunnen rustige dagjes zijn, het kunnen drukke dagjes zijn. Ik heb geen idee. Wat ik nu wel weet is dat ik mijn tanden even ga poetsen. En ik heb trouwens mijn camera een beetje veranderd. Zoals je ziet, mijn bureau staat daar, mijn bed staat hier lang uit. De tv staat hier, en dat is dit eigenlijk. Maar goed, ik ga mijn tanden poetsen. Want ik moet zo meteen naar de fysio toe. Ik heb trouwens ook bloemen op mijn bureau staan, super cute. Maar ik moet zo dus naar de fysio toe voor mijn darmen, bekkenfysio. Ik ga stiekem vragen of ze wat aan mijn nek kan doen of iets weet voor mijn nek. Want dit is echt wel heel erg vervelend. Ik kan mijn nek ook op zich gewoon draaien, maar ik kan mijn nek niet verder dan dit draaien. Of naar beneden doen. Dit gaat niet. Naar beneden. Dit is alles wat ik kan. En naar achter kan ik wel. En die kant kan ik ook wel. Maar die kant alleen niet. Maar goed, in ieder geval, ik ga mijn tanden poetsen. Ik ga even wat drinken voor ik mijn tanden ga poetsen. Want anders heeft het niet heel veel zin. Dus ik drink even lekker mijn vitaminesapje op. En dan gaan we naar de fysio. Mijn moeder brengt me, omdat ik niet de fiets wil in verband met dat ik niks kan zien met mijn nek zo. Dus mijn moeder die brengt me. En ja, trouwens mijn bureau staat dus hier. Dus ik kan ook zeg maar hier zitten en dan kletsen met iedereen ofzo. Dat is wel heel erg fijn. Dus goed, sapje opdrinken en dan mijn tanden poetsen. Op naar de visio. Goed, ik ben weer thuis en ik heb even de kuit van een jongensbroek gehaald die ik lekker ga aandoen trouwens. En ik doe ook even een shirt van rood op blauw staat niet echt. Dus ik ga even wat chill kleding uit de kast pakken. Even kijken of er wat lekkers is. Wat ik kan aandoen. En dan doe ik dat lekker aan. Ik heb net mijn nek ingesmeerd met tijgerbalsem. Niet dat dat nu heel veel zin heeft. Maar goed. Ik heb donderdag een nieuwe afspraak voor de fysio. En dan gaan ze ook gelijk mijn nek doen. Dus dat is top. Ja, dat eigenlijk. Ik heb ook mijn haar ingesmeerd met tijgerbalsem. Omdat het hierboven ook zit natuurlijk. Maar goed. Het is een beetje uitzingen. Ik ga denk ik zo meteen nog een video uploaden. Ik ga zo meteen nog een video uploaden, maar ik ga me eerst even gauw omkleden. Goed, ik ben lekker omgekleed. Ik heb lekker dit chille trui aan en ik heb mijn joggingsbroek aan. Die ik er eigenlijk nog best wel als spijkerbroek uit vind zien. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb de broekspijpen opgerold. En zoals je ziet, ik ga even wat YouTube video's kijken. Want er zijn er heel veel geüpload en ik heb er nog heel veel niet gezien. En aangezien ik toch niet zo heel veel te doen heb en toch pijn in mijn nek heb, ga ik dit lekker kijken. Dus ja, oh en trouwens goed nieuws jongens. Misschien gek nieuws, maar wel goed nieuws voor mij. Ik ben net naar de wc geweest. Het was allemaal wit, dat klopt dus. Dat was dus de kalk die een week geleden in mijn darm is gespoten. Dat is er dus nu, ik weet niet voor hoe ver uit, maar mijn ontlasting was dus spierwit. Maar ik moest dus net naar het toilet en daar ben ik super super blij mee. Dus... top. Het werkt dus wel weer gelukkig. Tenminste, het werkt voor nu.
Rio. Rio. Kikkie. Wat doe je nou, Ricky? Ik dacht, ik ga het eventjes goed zetten hier. En toen valt deze lamp om, jongens. Kijk, het gewoon tienduizenden scherven. Dus dit ga ik even opruimen. Top. Ik kan wel zeggen dat ik toch wel redelijk ergens onhandig ben of zo, hoor. Ongelooflijk. Van een lange lamp is er nu... Weg hier, man. Van een mooie lange lamp is er nu een halve lamp over. Nou ja, dat ruimt ook wel weer gelijk op. Er is ook geen nieuwe meer voor te kopen. Godzijdank. Nee, ik dacht ik ga gewoon een beetje opruimen, maar helaas, daar dachten sommige mensen anders over. Oh, goed. Even kijken, hoor. Maar ik doe eigenlijk moeilijk, want ik heb hier helemaal geen stopcontact nodig. Dus deze kan eruit. En ik ga deze erin. En dan zijn mijn chromekast aangesloten en mijn tv. Wat meer heb ik niet nodig. Dus dan kan dit stopcontact hier ook gewoon gelijk lekker weg. Ik zeg helemaal top. Deze hier aan. Brillen heb ik eronder. Statief zet ik hier wel in de hoek neer. Deze kan terug. Deze kabels kunnen ook weg, alleen daar sta ik nu op, dus dat is een beetje onhandig. Maar goed, even de scherven opruimen, voordat ik er straks doorheen loop. Dat is geen goed idee. Dat is nu weg. Ik heb nog steeds wel deze lichtsnoer. Dus misschien dat ik die wel ga ophangen. Maar dan vraag ik me alleen even af hoe, wat en waar. Even deze plaat doorschuiven, want daardoor viel die dus uiteindelijk om. Oké, top. En even kijken waar ik deze dan zet. Want ik vind ze wel heel erg leuk. Maar misschien wil ik hem gewoon hier hangen. Ja, erdoor hangen.
Want verder is er toch niet zo heel erg veel. En dan kan ik alsnog hier wel een lichtje zetten. Ja, ik doe dat wel gewoon zo. Top. Helemaal top. Dit een beetje ertussen zo. Deze hierachter. En dan wat ertussen stoppen. Dan zet ik er nog niks aan. Kijk, wat ik al zei, het enige wat er dus gewoon moet zitten, is mijn... was deze ertussen? Nee, dat is jammer. Maar wel zo, denk ik. Ja, nou ja, dan blijf ik klein. Laat ik hem zo. In ieder geval alleen mijn tv en mijn Chromecast zitten in dat sok. Want ook voor de rest zit hier niks in. Dus dat is helemaal top. Ja, dat was het eigenlijk. Ik ga nog even wat... Rio die is lekker bezig geweest. Dus dat ga ik even opruimen. Goed, het glas opgeruimd. Dat is echt idioot veel. En hier is ook alles opgeruimd. Maar ik had een leuk idee. Aangezien elke YouTuber, zoals hier op mijn scherm, LVD's, oftewel Pointless Blog, zijn officiële YouTube naam. Tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen naam. En toen dacht ik, ik kan niet achterblijven. Dus jongens, ik heb mijn YouTube kanaal veranderd naar... Kim de Veld Vlogs. Moest wat. En ik vind dit op zich wel leuk staan zo. Ik heb mijn banner gelijk veranderd, want die klopte natuurlijk ook niet. En mijn intro is veranderd. Die heb je dus in deze vlog al kunnen zien. Ja. Het is heel gek eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb mijn eigen naam. Ik had ook helemaal niet verwacht dat hij vrij was of zo. Alhoewel, ik denk dat ik hem wel aan elkaar ga plakken. Ik denk dat het toch leuker staat. Ik heb het nu los van elkaar. Ja? Ja, ik denk dat het aan elkaar wel leuker is hoor. dit ziet er een beetje idioot uit. Ik ga het wel even aan elkaar doen. In ieder geval Kim de Veld aan elkaar. Als ik dat nog kan, want vaak kan je dit maar eens in de twee weken doen. Wacht. Yes. Oké, nu is het wel top. Goed, ik heb lekker een vlog opstaan van Sophia Roos. En verder ben ik niet zo heel erg van aan het doen. Ik wil zometeen weer heel even onder de warme douche stappen. In verband met mijn nek. Aangezien dat misschien wel heel erg even goed doet. Dus dat wil ik dus zo gaan doen. Verder ga ik deze lamp aandoen en de lamp onder mijn bed uitdoen. Ik vind dat een beetje onnodig. Deze aan. Ik vind het gewoon meer groot licht. Dit vind ik redelijk sfeer. Deze ga ik wel aan doen. Als ze er toch hangen. Gezellig. Ik heb hier verder geen verlichting. Maar dat hoeft op zich ook niet. Vind ik eigenlijk. Hoewel, het had wel leuk geweest. Maar... ik zou nu niet zo 1, 2, 3 weten wat ik daar dan kan neerzetten. Aangezien ik ook geen stopcontact heb. Dus ja, ik ga even lekker douchen. Ik lig ondertussen lekker te chillen in mijn bed. Maar ik ga zo even lekker onder douchen. Ik doe deze trui alvast uit. Mits dit een beetje gaat met mijn nek. Het voelt wel beter dan de afgelopen dagen. Maar mijn hoofd voelt wel pijnlijker. Dit hier. Mijn hele hoofd voelt hier pijnlijk aan. Voor de rest gaat het wel beter. Ik kan mijn nek meer bewegen. Ik merk dat deze kant nu ook stijf begint te worden. Omdat ik die kant weer bijna niet beweeg. Maar goed. Ik begin me nu trouwens te denken. Ik kan ook gewoon het open haartje daar neerzetten. Ik ga dat doen. Goed jongens. Ik heb lekker gedoucht. Ik ben lekker omgekleed. Ik heb pijn. Oep. Ik heb pijn in mijn nek. Dus ik heb mijn kussen er weer... bij gepakt, als die mee wil werken tenminste. Ik even pijnstillingen nemen. Die heb ik hier namelijk liggen. En ik heb koffie gezet. Ik heb een sapje meegenomen naar boven. Ik heb mijn kaarsje aangezet. Super gezellig. Daar staan lichtjes aan. En daar. En daar staat mijn zoutsteen. En ik ga lekker tv kijken. Ik heb net de planning geschreven in mijn schrift. Wat ik eigenlijk elke avond doe.
elke avond pak ik mijn schrift erbij om alles op te schrijven. Ik ga even pijnstillingen nemen en dan ga ik lekker mijn koffie drinken, tv kijken en lekker relaxen. Het is 7:50. Ik ben al helemaal ready, helemaal in bed. Maar ik vind het heerlijk. Echt even chill om zo te zitten, aangezien ik waarschijnlijk vannacht toch niet ga slapen. Want afgelopen nacht heb ik ook niet geslapen van mijn nek. Elke keer verlegde ik mijn kussen naar die kant en weer naar die kant. En lag het weer niet lekker. Dan ging ik weer rechtop zitten. Heel gedoe. Maar goed, hopelijk gaan deze helpen. Goed, het is een beetje donker, dat klopt. Ik ga maar even mijn tweede SD-kaart aanpakken. En... dus ik weet waar die is trouwens. Oh ja, ik heb hem al. En ik ga zo mijn tweede medicatie innemen. Ik ga wel eens een paar lampjes uitdoen. Al is het niet heel erg laat, het is 9:45, dus het valt hartstikke mee. Maar ik wil alles even ready hebben voor morgen. Ik ga die grote lamp gelijk aandoen. Alhoewel, nee, doe maar niet. Ik hou het lekker even rustig. Doe het wel iets feller. Dus ja, ik nog steeds bijna mijn nek. Dat wordt me ook gewoon echt niet minder, heb ik het idee. Het is wel een beetje vervelend. Ik heb mijn telefoon net aan de oplader gelegd, want die is zo goed als leeg. Oh, even inloggen. Oh, mijn nek. Oh, wat ik zeg, ik kan wel dit doen. Maar ja, in ieder geval ga ik, wat ik zeg, even mijn medicatie innemen. En dan ga ik proberen lekker te gaan slapen straks, alhoewel alles zeer doet nu. Zelfs mijn andere kant van mijn nek en mijn ruggengraat doet zeer. Maar ja, we moeten wat. In ieder geval, ik ga de vlog gelijk eindigen hier. Kan ik morgenochtend editen en even een nieuw kaartje erin doen. Super, bedankt voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!